Zo. Zo. Dat is knap werk, Hans. En nog een reepje langs en dan bed die zo hard. Het is toch wat, hè? Dat is heel wat ander werk dan de belasting, of niet? Ja, dat kan zeggen. Hij goed naar je zin hier. He? Vind je het leuk? Ja, ik doe het bijna een jaar nou. Oké. Ik heb toch wel wat blijven doen. Ik heb hier een knuffel bij gelopen. Ja. Ik ben toen mee gestopt en ja, kwam ik zo via bed eigenlijk hier terecht. Oké. Hij zegt, het is een leuk clubje hier. Ja, ja. En deze het ook, dus ja. Vorig jaar juli begonnen. Oké, hartstikke leuk. Dus, ja. Dus je raadt de mensen wel aan? Absoluut. Eventjes een tijdverdrijf? Ja, even lekker lichamelijk bezig, lekker buiten. Ja, je hebt ook een tuintje, dus dat scheelt ook. Ik heb een tuin ook nog, dus, maar ik ben graag buiten. Ik heb mijn hele leven binnen gezeten. Ja, ja, ja. Dus nu ligt lekker buiten. Leuk. Ja, het is altijd hele smeuïge verhalen. Ja, ja. Ja, dus, en ook moppen denk ik en zo. Ja. Ja, die kent hij wel. Als je iets niet weet, moet je een bed vragen, die weet alles. Ja. Dat is wat anders dan broodbakken, Bert. Hè? Morgen weer. Morgen weer? Morgen ook weer broodbakken. Oh, je gaat in Achterberg, toch? Nee, ho, Kester, hè. Oh, Kester, hè? Ja, Oké. Dus je bent weer aan het bakken? Ben je gepromoveerd. Zo, alsjeblieft. Ja, ja. Hoe lang doe jij het hier al op die oude begraafplaats, Bert? Ik denk nou 2 jaar, Hans, toch? Ik weet het. Ik bijna een jaar. 2 jaar. In 2019 ben ik hier begonnen. Hoe ben je daar zo bij gekomen dan om dat te gaan doen? Uit verveling. Uit verveling? Ja. Oké. Dus je vindt het leuk om lekker bezig te zijn? Ja, ik vind het geweldig. Oké, mooi. Zeker. Ja. En met Haaltje erbij is het altijd leuk. Ja, dat scheelt dan een hoop, hè. Als je, We lossen alles gauwer op als kabinet, dat zeg ik je. Oké. Ja. Zullen we dan maar wisselen? Dan gaan we het kabinet in. Ja. Moet je zeggen, straks als een vraag. Nee, joh. Alle problemen worden hier opgelost. Ja. We hebben hier geen problemen. Wij hebben geen problemen. Nee. En we weten alles nog goed wat er gebeurd is, of niet? Sommige dingen willen we niet meer herinneren, hè? Nee, hè? Dat zouden we niet doen, hè? Heel goed. En met jou hoor, kun jij het nog herinneren? Zeker wel. We hebben vooral hier wat er nog is gebeurd de afgelopen week, hè? Alles... Ja, natuurlijk. ...wordt hier besproken. Hele Amerongen wordt doorgenomen. Hele Amerongen wordt doorgenomen, precies. Het is heel mooi geworden, hè? Ja. Ja. We hebben met plezier aan gewerkt. Ja. Maar dat heeft al een aardig wat weken en maanden ingezeten, dat ik het zo... Een klein jaartje. Oh! Ja. Met fundering, alles hebben we overnieuw gedaan. Ja, ja. En het hekwerk, is dat zelden nog of is het ook wat vernieuwd? Dat stond er. Alleen hevig in verval. Ja, en we hebben het nodig, hebben we gelijmd, hè, Gert? Oké. Op een gegeven moment in elkaar gestort. Ja, ja. Alles met betonbekistingen, nieuwe beton. Verdering gemaakt. Verdering gemaakt, okay. die stenen erop gelegd. Ja, ja. En uiteindelijk hebben we dit met ijzerhoekjes allemaal weer gelijmd. Zo. Ja, dat het nog vast zit is een wonder. Wat is uw beroep, wat is uw beroep geweest al te vroeger? Nee, ik ben eigenlijk bouwkundige wel geweest. Aha. Dat wel, maar ik heb altijd maatschappelijk werk gedaan. Oké. Okay. En dan kun je hiervoor zetten. Huh? Dan kun je hiervoor zetten. Ja, nee, maar ik heb inderdaad, ben begonnen als bouwkundige en toen later werd ik omgeschakeld naar de sociale academie en toen ben ik in Delzijns werk terecht gekomen. Hmm. Maar ik ben altijd blijven bouwen in mijn vrije tijd. Ja. Hoe lang doet u dit al op de oude begraafplaats? Nou, hoe lang? 4 jaar, denk ik. 5 jaar. Oké. Jij was al eerder bezig dan ik. Ja. Oh, dat betekent dat het erg gezellig is hier. Ja, het is gezellig. Ja hoor. Erg gezellig. Nou ja, en over de doden niet van lof. Hè? Daar heb je last van, hè? Nee, die hebben niet opmengen. Hé joh, hier nog een likkie. Hier nog een likkie. Hier nog een likkie. Nee hoor, dus ik moet zeggen, dat gaat
Oh, nu zie je weer wat. Nee, dat gaat goed. Oké, mooi. Dus hij is bijna klaar. Nog één. En wat is het volgende project weer? Hiernaast. Achter je rug. Achter mijn rug. Ja, het grote monument? Juist. Ja, die hekken eromheen. Het hekwerk. Oké. Ja. En de staanders, de zuiltjes, die willen we gaan richten, zodat het hekwerk weer goed aanhechting vindt. Ja. Aha. Dus je bent voorlopig hier nog niet klaar? Nee. Hier kom je nooit klaar. Hier kom je nooit klaar. Nee. Maar goed, zatwerk. Hè? Ja. En nu kunnen meer vrijwilligers gebruiken, geloof ik. Daar heb ik vorige keer naar gevraagd. Ja, 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 ja. Nou, we hebben een dame erbij inmiddels. Aha. Aletta, hè? Ja. Het is een hoop werk hier, hè? Dat is een hele hoop werk, maar ja, dat geeft niet, dat doen we met plezier. Ja, de handen maken licht werk. Hè? Ja. Ja, ik heb er toch aardig een paar mensen gesproken, maar ze hebben het ontzettend naar de zin, hè? Ja, maar het is ook hartstikke leuk. Het is eigenlijk een sociale gebeurtenis hier, 's maandags morgens. Ja, ja. Je zou bijna niet zeggen, maar er wordt ook nog veel gelachen. en er worden de laatste nieuwsberichten uit Amerongen, die worden hier uitgewisseld. Dus dat is echt, dat is heel leuk. Dus als iemand nou eens een keer wat tijd heeft of zo? We hebben al, kijk, de handen die komen altijd tekort. Kijk, het moet zo zijn dat we tegen de gemeente moeten zeggen van je moet ons meer gereedschap brengen, want we hebben te veel vrijwilligers. Hè, want ja, je ziet het, er is altijd wat te doen. Ja. En als je vandaag geschoffeld hebt, dan kun je volgende week weer van voren af aan beginnen. Want, ja, blijft groeien. Het blijft groeien, maar dat vinden wij niet erg. Het is gewoon leuk om te doen. En we hebben nu, dat heb je misschien wel gezien, we hebben grote gedelen die laten we vergroenen. En dus dan laten we het gras. Nu ziet dat er even niet uit. Nee, dat, als je ziet in vergelijking tot vorig jaar. Is er dan een heel stuk opgeknapt. Ja. En dan hebben we dus minder schoffelwerk. Want aan het schoffelen, daar halen we meer grond weg en grind dan onkruid. Dan krijg je allemaal kuilen. En nu laten we het groeien. Ja. Ja, het ziet er gelijk mooi uit. En het is gewoon even de maaimachine erover halen. En dan is dat prima. Dat ziet er mooi uit. Alleen ja, het blijft werken. Ja. Maar dat geeft niet. Nogmaals, we doen het gewoon met plezier. We hebben een leuk clubje nou. En, hoeveel mensen heb je? Ik geloof dat we nu met z'n 11 zijn. Oké. Met z'n 11. Ja, ja. En niet iedereen is elke keer is aanwezig. Precies. Maar en mensen kunnen komen wanneer ze zelf zin hebben. Precies. Ja, op maandagochtend, maar kijk, als ze zeggen van ja, we hebben wat anders, ja oké, even goede vrienden. Ja, ja. Dat, heel gemoedelijk. Ja, het is heel gemoedelijk. Oké. Het is gewoon, als je tijd hebt, dan kun je komen. En als je geen tijd hebt, of als je wat anders hebt, dan meld je het even en dan blijf je gewoon thuis. Ja, maar voor deze week zit het erop. Werken jullie maar een paar uur of halve dagen of? Wat ben je gewoon aanwezig? Ja, ook. Koffie, hè? Koffie drinken. Ook koffie drinken? Problemen oplossen gewoon. En dan gebak meenemen, bed of niet? Ja, bed, hè? Ja, dat heb ik het vergeten. Ah joh! Echt? Dus je mag volgende week terugkomen, dan heb je bij je. Ja, dat krijg je gebak. Oké, nee, dat is goed, dat zullen we houden. Ja, je had 500 tampoezen over die jij wel mee kunnen nemen. Ja. Ja, die had ik niet over. Oh. Hey, Ide, probeer nog op een huwelijk te sluiten van de week. Maar in mei heb ik er maar één en dat is op maandagmorgen. Oh. En dan in juni, ja, dan is het weer begin op 3 juni en dat gaat helemaal door. Hij is ook van allebei thuis. Nee, op vrijdag, zaterdag, donderdag, woensdag, op alle dagen.
Ja, dan moet brood op de plank komen. Ja, dat is toch? Ik kijk, sinds Bert, bij Bert zat om de hoek. Ja, alle tijd hebben ze er mee. Nou moet ik weer verder gaan om brood te halen. Ja.